Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van A Pokémon Legend Arceus Quest Battle met Sandring van Gaming SB. Ja, dat ben ik. Dat klopt, dat ben jij. Nu is de grote vraag, Sandring, hoe is het met je? Want we hebben al een tijd niet gesproken. Het is echt een jaar geleden bijna. Het is wel vorig jaar, dus in dat jaar opzicht. Een jaar geleden ook. Wat? Het was wel vorig jaar, ja, dat klopt. Oh, dat kamp is zo ver weg. Okay. Dat is een set dat het kamp ver weg is. Ja, man. Sander, ik heb zoveel vragen aan je. Oké. Nou, het gaat goed eigenlijk. Ja. Ja? Dat is mooi. Wel redelijk drukke week gehad, maar wel allemaal leuke dingen. Gelukkig. Dus. Ah, oké. Want je hebt nog vakantie, toch? Ja, in principe wel. Ja. Vandaag is de laatste dag van de vakantie, ja, zeker. Ja, eigenlijk wel. En we hebben er gewoon geen gebruik van gemaakt, Sandring. Nee, maar dat komt omdat toen ik vakantie had, toen was het zo van, yo bro, ik had altijd wel shit te doen. Ja. Alleen maandag en dinsdag niet, maar ja, toen kon jij weer eens niet. Nee. Wow, wat. Nee, grapje. Nee, maar dat is wel zo. Maandag en dinsdag, maar toen kon jij niet, jammer genoeg. Toen moest ik je missen. Waarom kon ik maandag en dinsdag? Maandag had ik opnames met Jordi en dinsdag... Ik vroeg of jij dinsdag kon, volgens mij. Of vroeg ik of jij maandag kon, dan. Ja, je hebt maandag wel gevraagd, maar maandag wist ik zeker nog niet. Dinsdag was er vast ook iets. Ah. Oh ja, door de Dungeons & Dragons. Ah, kijk. Ja, dat gebeurt. Vorige aflevering hebben we het er natuurlijk over gehad dat mijn zin in deze serie een beetje verlaagd is. Maar dat is niet erg, want we maken er wel gewoon leuke afleveringen van. Zijn zin is net als mijn lengte, erg laag. Inderdaad. wat het betekent dat... Sorry, ik ben die electroballs aan het doen. Ah, oké. Oh, jij loopt al een stukje voor mij. Dat is alleen maar goed nieuws, want we zijn eerder klaar. Maar zo wil ik het niet de hele tijd insteken. We gaan er natuurlijk gewoon een funny van maken. Maar dat betekent dus, we gaan dus alleen de headquest doen tot en met Folo. En ja, als we Folo hebben verslagen, is het afgelopen. Hoe doe je deze ding ooit? Want ik heb dingen die volgen mij en daardoor kan ik eigenlijk niet schieten, want anders dan word ik geraakt. Oeh, nou, ik kan niet zien wat er gebeurt bij jou, dus ik... Ik durf niet te zeggen als ik heel eerlijk ben. Misschien moet ik een soort heel krap rondje maken of zo. Ah! Gaat exploden? Nee! Nou, gelukkig is hij niet Dynamaxed. Hoe was jouw kerst en oud en nieuw? Ja, leuk. Was het gezellig toen je oma was? Ja, zeker. Mooi, mooi. Wat? Oh, ik was te laat. Dat is de bedoeling. Dat is niet de bedoeling, bedoel je? Nee, maar de bedoeling was dat het gezellig had. Oh ja, ja dat wel, oh ja. Nou, fair enough. Dat is wel de bedoeling. Dat is zeker de bedoeling. Goed. Je bent zo geneigd om gewoon damage te taken en zoveel mogelijk gooien. Ja, dat herken ik heel erg. Dat is mijn tactiek ook meestal. Boeien dat ik hem niet in één keer haal. Waarschijnlijk doe jij dat ook niet. Boeien. Ik weet niet eens hoe dat moet bij deze, oprecht niet. Of hield jouw poppetje eigenlijk automatisch? Volgens mij wel, hè. Allemaal moeilijke vragen, Sander. Maar goed, ja, nee, was een leuke... Sander, leuke heb jij enig idee wanneer je featherballs kan kopen? Zo uit mijn hoofd? Nee. Ik ga het opzoeken. Oké, battling. De electroding. Tinderwave. Even denken. Heb jij gisteren gekeken? Ja, dat was een van mijn vragen. Mr. Mauling, ik heb zeker gekeken. Ik ben trots op je. Wat vond je ervan? Oh ja, ik vond het op zich wel leuk. Nog niet heel bijzonder, maar ja, wel leuk. Ik vond de opdracht ook wel leuk. Die eerste was natuurlijk een throwback naar, eigenlijk een throw forward naar hoe ze dat zouden afhandelen in Nederland. Met die locatie of de persona ofzo. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar... Mm-hmm. Dus dat vond ik wel grappig. En
daarnaast, wat was die tweede? Oh ja, die tweede gaf me een beetje Belgische Mol vibes. Dat ze in tweeën gesplitst werden en allemaal verschillende opdrachten, zeg maar. Door elkaar, als het ware. Ja, maar deze exacte opdracht hebben ze in België gedaan, hè? Ah. Vandaar. Maar ja, ik vond het wel gewoon leuk. Leuk. Complete the getting a hold of new waves request. Dat moet ik eerst even doen. Oké, will you attend this battle? Continue battle? En maar dan... wat vond jij er dan van, Sander? Ja, ik vond het heel leuk. Ik merk wel dat ik eventjes moet wennen aan de nieuwe mensen, man. Maar dat heb ik altijd. Aflevering. Ja. Kan ik me op zich iets meer voorstellen. Want het is zo'n ander team elk jaar weer. Met qua persoonlijkheden. En dan moet ik daar gewoon even aan wennen. Mm-hmm. Verandering is lastig, man. Nee. Ja, heb je daar zo voor, nee. Maar vind je dat zo lastig? Nee, ik overdrijf het nu ook expres een beetje. Want vind je... Ja, nee, ik heb daar eigenlijk nooit zo heel erg veel moeite mee. Ligt eraan. Ik vind dat er wel een aantal wel leuke kandidaten in zitten. Zit ook ja, dat heb ik ook wel. Ik had vorig jaar, vond ik gewoon oprecht ook heel veel leuke kandidaten ertussen mm-hmm. zitten. Dus dat hielp wel. Is dat vrijdag? Ja, er komt vrijdag een video uit en daar heb ik jou ook in gederd. Oh. En dat heeft met Wie is de Mol te maken. Oeh, spannend. Ja, dat is zeker spannend. Dus ik weet echt niet wat ze willen. Ja, niet bij die video, maar vooral bij deze. Ah! Sorry. Gaat alles goed? Nee, maar dat maakt niet uit. Weet je, we leven. Ik leef op. He's alive! Nee, ja, ik ben nu wel heel benieuwd, man. Nou, ik kan wel gewoon vertellen, want... video is toch al uit voor de mensen. Ja, precies. Het is de, zeg maar, dat ik een spoorkoolquiz heb gedaan. Dat je alle afvallers van, gewoon alle kandidaten van Wie is de Mol moet. Tim Hofman. Ja. Die weet ik nog. En ik heb op stopwatch time gedaan totdat ik het even niet meer wist, zeg maar. Ik ben benieuwd hoe jij het gaat doen. Ah, ik ben er zo slecht in, denk ik. Moet je voor- en achternaam weten? Nee, je hoeft alleen voornaam te weten. Oké, dat scheelt. Maar alsnog, ik ben wel slecht in. Dat weet ik nu al. Maar het lijkt me wel leuk. Het lijkt me een leuk videootje. Ja. Alleen, je moet hem eigenlijk wel doen voordat je de video kijkt. Dat is waar. Anders... ja. Maar jij zegt ook niet van, joh, je moet dit doen, want ik dare jou. Nee, anders dan was ik al de video gaan kijken straks. En dan dacht ik, oeh, dat ziet interessant uit. Ja, maar de video staat nog niet online. Nee, dat bedoel ik. Als ik die video zie, ga ik hem kijken. Nee, ja, dat weet ik. Maar voordat ik begin, zeg ik in de video. Okay. Ja, dan is het goed. Van, yo, Jordi Eng en Sandering, doe de token. Oh, Jordi dat, kijkt ook? Ja, zeker. Hij reageert ook in mijn Discord, in de Wie is the Mol group. Ah, dat wist ik niet, joh. Ah, ik ga zo getunder waving worden. Wie denk je dat de mol is op het moment, trouwens? Hoe heet die guy? Ik weet niet hoe die guy heet, maar die Nabil of zo? Oh, Nabil, ja. Fuck. Nabil, dat is mijn tweede keuze. En mijn tweede keuze is Jurre, maar ja, ik denk van niet, maar ik moet een tweede keuze hebben, toch? Ja. Jurre denk ik helemaal niet. Ik eigenlijk ook niet, maar dat was, dat was mijn go-to mol toen ik nog niks wist, zeg maar. Dus ik hou die omdat erin. Je omdat je het beste kent, of? Ja, ja. Nee, ik hou die dat er meer in, omdat ik zoiets heb zo van, dat was mijn eerste mol, stel het is hem, hè, dan kan ik zeggen, direct al. Dat. Oké, dat, duidelijk. Ja. Nee, maar Jurre en die andere guy, Soy heet die volgens mij, die worden veel te veel in beeld gebracht, vind ik. Dat vind ik geen mol. Oké. Vind ik zus. Vind ik een beetje Among Us, snap je? Want Among Us is vergelijkbaar met Wie is de Mol. Electric is verslagen trouwens. Loser boy! Nee, ik ga binnenkort ook een
zieke video uitbrengen. Ik moet hem nog wel opnemen. Oh, nou ja, daar ging eigenlijk mijn tweede vraag waarschijnlijk over. Oh. Over dat wat je in de groepsapp zei. Ja, daar ging het inderdaad over. Oké. Okay. Ja. Voor de mensen die de video niet gezien hebben, want ik hoop dat als deze video online komt, dat die online staat, de video. Deze video komt niet aanstaande dinsdag, maar die dinsdag erop. Dan staat die, hoop ik, dan staat die online. nee, het gaat, Paddy en Nando hadden, een van hun twee, volgens mij Paddy, die had op, Paddy, op yeah. Reddit, zag hij zo'n bingo kaart. En dat was met allemaal shiny Pokémon erop. Nou, en ik zag dat en ik dacht, is wel leuk, maar ik heb tijd niet, weet je wel. Toen dacht ik, ah, is wel leuk, is wel leuk. Dus, ik heb mogelijk een soort bingo kaart voor mezelf gemaakt. Nou, ik heb de Pokémon. Ik heb er allemaal vragen over, maar ga jij maar eerst verder met je verhaal. Misschien leg je het wel uit. Nou, de Pokémon heb ik van tevoren besloten. Gewoon Pokémon die ik wilde. Zoals Fampi, de zesde Fampi. Zoals Fampi, bijvoorbeeld. Want dan heb ik een full shiny Fampi team. Dat is fucking vet. Okay. Nee, dus dat is een Fampi voorbeeld. Master. Yeah. En die heb ik gewoon op een plaats gezegd. Zeg maar, elke Pokémon waar ik aan dacht, heb ik gewoon plaats 1, plaats 2. Maar in de video ga ik dus zo'n random number generator ga ik gebruiken van, hoeveel vakjes zijn het? Volgens mij is die 5x5, dus 25 random number generator. En die plaats die aangeeft, daar komt die te staan, zeg maar. Het staat nu op gewoon een logische volgorde van dat ik eraan dacht. Ja. Yeah. Nou, dat verandert dus. En dan, dat is het eigenlijk een beetje. Ik weet niet wat ik er verder nog over moet zeggen. Nou ja, ik weet niet, heb jij nog vragen erover? Nou ja, ik heb er wel vragen over. Ik vraag me gewoon een beetje af van, oké, de bedoeling is dus eigenlijk dat je gewoon, je kiest zelf 25, nou ja, 24, omdat het middelste vakje niet is. Ja, oh ja, klopt. 24 Pokémon die je graag wil shiny en in de games waar je ze in wilt shiny hunten. En dan is het wel het leukste om niet elke keer allemaal dezelfde game te doen, denk ik. Oeps. Nee, ja. Nee, ik zag bij jou ook een aantal uit andere games. Ja, klopt. En dan moet je gewoon die dit jaar vangen, dat is het idee. Ja, dat is het idee. Oké. Nou, dat wil ik ook wel doen. Dus, dus dat is inderdaad het idee. En ik heb één vakje en die is eigenlijk een beetje afwijkend. Want daar heb ik gewoon Fire Red en Leaf Green. Dat is gewoon omdat ik zoiets heb van, ik wil daar niet voor één specifieke shiny gaan hunten, weet je wel. Ik wil daar gewoon een shiny hebben. Ja, een shiny hebben. Ik bedoel, ik heb natuurlijk, weet je waar je dan eventueel aan mee kan doen? Aan Safari Zone. Safari Week. Dat je alleen maar hunt in de Safari Zone. Dat is wel echt. Maar, wie weet. Wie weet. Mm-hmm. Ik niet. Dus. Ja. Nee, maar. Dat. Ik heb natuurlijk vorig jaar heb ik Paris daar gevild. En dat deed me zo pijn dat ik dacht, ik wil daar wel een shiny, niet per se die Paris, maar ik wil daar wel gewoon nog een shiny. Ja. Yeah. Nou, het idee was dat ik de meeste hunts ook ga proberen zoveel mogelijk als het kan op te nemen. Of in ieder geval, als het op de Switch is, kan ik video's maken met de Switch capture feature. Dus dat scheelt. Ja. En dat je dan aan het eind van het jaar nog een video maakt van, kijk, het is me gelukt. Ja. Een beetje hetzelfde als die shiny video van Scarlet en Violet, waar ik al mijn shinies liet zien, alleen dan met al die shinies van 2023 die op die kaart staan. Ja. Eentje heb ik trouwens al. Die had ik 2 januari en dat was Wooper. Ja, is niet eerlijk dat je die dan op de kaart hebt gezet, maar het is een beetje jammer. Ik snap het. Ik zat er zelf ook zo van, ja, moet ik dat doen aan de andere kant? Als ik een bingo kaart maak, dan heb ik hem al vol. Nou ja, maar ik had die wel in 2023 gevangen, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik had zoiets van, die wil ik. Stel, ik had hem niet gekregen, dan had ik hem er ook op gezet. Dus ik had zoiets van, weet je wat, fuck it, ik zet hem erop. Ja. En op een gegeven moment zat ik ook te zoeken, ja, welke wil ik nog shiny? En toen zat ik eventjes te denken en toen kwam die in me op, omdat die wilde ik sowieso al graag shiny. Ja. Oké, interessant. Want ik had in Sword and Shield, had ik eigenlijk mijn hele team shiny, behalve
Toxtricity. Ja, dus dat wil ik eigenlijk dit jaar weer doen. Dus ik heb gewoon iedereen van mijn team die ik nog niet shiny had, heb ik er opgezet. Ja, ik zag voor je Coco erop staan. Die zal er bij mij ook op staan. Ja. Ja, want die heb jij nog niet, hè? Nee. Hoeveel... Nee, maar ik heb ook eerlijk gezegd al heel lang... toen ik de Switch opstartte zat Legend Arceus van de vorige keer er nog in. Ah. Dus zo lang heb ik al, niet gespeeld. Ja, hoeveel, weet je ongeveer hoeveel encounters je zit, of weet je dat niet? 600 en een beetje, geloof ik. Oké. Wel over olds, maar nog niet extreem over olds. Nee, precies. Ik zit ongeveer net zo hoog als ik nu met Felusa zit. Ik zit nu 690, dat is iets hoger waarschijnlijk, maar zit ik. Ja, dat was ook zo één. Daar was ik vorig jaar al mee begonnen met huntje. Echt wel 29 december of zo. Maar daar was ik vorig jaar al mee begonnen. Maar ik dacht, ja, ik zet hem maar gewoon op. Als ik hem krijg. Ja, tuurlijk. Als je hem toch nog niet hebt. Dan kan ik hem gewoon afvinken. Ja. Precies. Vinking hem afving. Vinking hem afving. Jij bent zo goed. Kijk, en dit is dus waarom ik zo blij ben dat we weer opnemen. Want ik merk gewoon, je verbetert jezelf al in die Engels in. Ja. Zo trots op. Jij let op de tijd trouwens, hè? Want, ja, zeker. Ik denk wel dat we misschien aflevering van 25 minuten maken. Zodat jij mooi om 3 uur klaar bent. En dat we wel gewoon 4 afleveringen kunnen maken. Ja. Ja, is goed. Ik ben voor. Oh, en ik kan nu verder bal scopen. Ik ben echt een blije jongen. Snap ik. Wij moeten eigenlijk ook een keer, ik weet niet of we het ooit nog tijd hebben, maar als we ooit nog tijd hebben, moeten we die Heart Gold Soul Silver starter hunt weer doen, man. Ja, ik ja, wil die Totodile. Ja, sowieso ga je zien dat ik die Chikorita krijg. Ja, ik zou graag de Chikorita willen. Ik krijg elke keer de Totodile. Oh ja, tuurlijk. Ik snap het dan wel. Nee, ja, de Totodile is gewoon... Ik vind de Pokémon zelf leuker, maar ik vind Chikorita stiekem shiny leuker. Maar niet doorvertellen, niet doorvertellen, dat stiekem. Ik zeg niks. Ja. Dus, nee, ja, dat. Dus eigenlijk, ik zat er ook over te twijfelen om Chikorita daar ook nog op te zetten, maar heb ik niet gedaan. Weet je wat ik trouwens net dacht toen jij zei van, ik ben even, ik moet nog even wat doen voordat we beginnen. Nou... Ik dacht, hij gaat zo'n intro momentje pakken. Nee, ik moest iets anders doen, jammer genoeg. Yo, ik word hier gerackt door een skuntank, daar word je bang van. Racking? Complete enough research task. Oeh, die heb ik nog niet. Level 5, I do not being. Zoals in het Engels. You not being level 5-ing? Ben je... Do you being level 5 in? Nee, natuurlijk niet. Dat dacht ik al, dus niet zeuren daar. Nee. Nee, sorry, ik hou van je. Ah, dat is liefie. Wat is de volgende serie die we gaan doen, Sandering? Iets leuks? Ja. Oh, dat klinkt net alsof ik... Dat verandering wel een keer leuk zijn. Ja. Dat klinkt net alsof ik dit niet leuk vind, maar ik win. Dus ik vind het wel leuk. Ja, daarom vind ik ook dat we moeten afmaken. Auw. Nee, dat is gewoon. Dat jij moet ook gewoon winnen. Ja, nee, snap ik. Ik ben vandaag wel goed bezig geweest met content ook. Jammer genoeg dat de schoolspullen iets minder. Goed. Nee. Maar dat maakt niet uit. Weet je, want ik heb vandaag een kanaaltrailertje in elkaar gevlaagd. Dat is niet helemaal. Ja, die, dat... die ben ik wel tegengekomen. Ik heb hem nog niet gekeken, maar ik zag hem wel in mijn subbox staan. Ja, klopt. Maar weet je wat het is? Het is... Hij komt heel erg overeen met... 2022 video. Mm-hmm. En dat is gewoon omdat daar zitten heel veel leuke stukjes in. En heel veel stukjes die redelijk recent zijn. Dus waarom niet? Hè? Dus daardoor kon ik hem redelijk snel ook in elkaar flansen. Ja, precies. Ja. Ik snap het ding. Oh, volgens mij moet ik alle verschillende Burmies vinden voor deze quest. Dat is fucked. Maar ja, we hoeven nu niet alle quests meer te doen, hè? Nee, maar daar krijg ik volgens mij wel ook
Volgens mij ga je dan ook sneller level omhoog. Is het zo? Oh, ik dacht dat je gewoon Pokémon moest vangen. Misschien ook wel. Maar volgens mij, ja, want die staan dan bij de research tasks op, of ja, in je, hoe heet het? Nou, ik kan niet meer praten. Nee, die staan in de Pokédex, zeg maar. Ook als research task daar. Dus volgens mij. Oh ja, dan wel. Doet ja, dat als dan in wel? De Pokédex staan ook wel. Maar ik weet niet of je hier Burmy kunt vinden. Burmy, Burmy, Burmy. Agent Burmy. Dat is niet zo dat het gaat. Maar dat maakt niet uit. Mof him. Dat is. Nee. Mof him of mof her? Een van de twee. Okay. Mof him. Both? Ja, wel mof him. Both. Ligt eraan welke ding ze hebben. Ja. Nou. Have a word lookout. Waar is dat? Hé, hey, dat zie je. Kun je hem dan gewoon uit bomen? Is dat Burmy? Burmy klinkt wel als iemand die uit bomen komt, man. Dat doen wel Burmy's, ja. Maar ik weet niet welke bomen eigenlijk precies. Ik hoop er ook berries in zitten. Zo je ziet krijg ik allemaal dezelfde Burmy. Dat zou very sad zijn. Fairy, dat is Pokémon typing. Ik komt uit Gen 6. Dat klopt, ja. Een van mijn favoriete typings. Wow, dat is ziek. Dat is ziek. Heel is ziek. Heel ziek. Wow, wow. We zitten op één lijntje zo. Als je zo'n lijn hebt, hè. Ik kwam die ook. Waar kwam ik die nou tegen? Ook in een video van jou. Ja, dat zal de 2022 recap video zijn. Ja, die. Die. Ja, dat moest hij ook. Waarom kan ik niet gewoon free gooien of zo? Waarom moet ik per se... Ja, hey. Hij wil per se dat ik een Pokémon aanval. Maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon op Pokémon. Machoke me, daddy. Nee, dank je. Wel lief dat je het vraagt. Agent P. Ik heb nog niet echt veel succes. Volgens mij, hè? Kan ik beter gewoon eventjes... Pokemon. Nee, het is toch de verkeerde knop? Oh, het leven. Het leven, Sandring. Not het leven. Yes, het leven. Dat is heftig. Klopt. SMS Sylvie on. Leuk, ja, 6969. Dat vind ik leuk. Ja, kan ik waarderen. Waardering. Ja. Dat is zo goed. Hey. Ik weet niet meer. Je kon op een bepaalde manier kon je en dan springen en dan deed hij zo van, ja, je kunt nu springen. Cool doen. Je kunt nu zo'n cool vliegding aanzetten. En ik ben daar net al dood gegaan, omdat ik niet meer weet hoe dat werkt. Dat is big oef. Ja, zeker big oef. Of zoals ze in het Engels zeggen, begging oefening. Wow. Hoge shake, dit kan gevaarlijk zijn. Ja, dit is ook gevaarlijk. You got enraged? Fuck Paris, man. Kaart tegen een Tangela. Ja, yeah, not amused. De spaghetti. Ja, spaghetti. Lekker. Spaghetti-ing. Spaghetti-ing. Gelukkig kan mijn Scyther Ariel AC. Wow, dat is wel ziek. Ik heb Scissor ook shiny, hè? In Scarlet heel Violet. Ziek. Dat was met zo'n sandwich wel, maar... Hey, shiny is shiny. Telt gewoon. Precies. Je bent wel onder shiny grind, Sandring. Ja, en jij maar zeker. Dat je geen shinies kreeg? Wat? Maar jij maar zeur dat je geen shinies kreeg? Nee, heb ik ja, met die sandwich de eerste keer. Dat was echt fucking... Ja. Fucking maar kut. Later kreeg je er veel meer, of niet? Later kreeg ik er 2 met 1 sandwich. Dus dat is alsof... Oh, ik heb al een keer 5 met 1 sandwich gehad. Ja, het is blijf kans, toch? Dus het is altijd een beetje geluk. Alleen de eerste keer kreeg ik 0. Dus toen was ik zo van... Wat?
doe ik het wel goed. Vooral dat. Weet je welke makkelijk zijn? Vooral in de Area Zero stukje. Mm. Er spawnen gewoon heel veel Pokémon. Dus dat is makkelijk. Als ik Scarlet ga spelen, want ik heb Scarlet natuurlijk ook nog liggen. Dan ga ik zorgen dat ik ook een paar van die coole Paradox Forms van Scarlet ga shiny hunten. Ja, dat snap ik wel. Ik zat daar ook nog over na te denken om die op de kaart te zetten. Want volgens mij heb ik... Ik zou Roaring Moon sowieso shiny hunten. Ja, dat is waar. Maar die is fucking wild, man. Die is fucking lastig. Nee, dat valt wel mee. Je hebt zo'n hele grotto waar die hele tijd spant. Ik heb de Iron Valiant ook gewoon gevangen. Iron Valiant is makkelijker, hè? Waarom is die makkelijker? Nou, omdat stel jij zou een Encounter Power Sandwich of zo doen. Iron Valiant heeft andere typings. En daar spannen ook heel veel Swellius. En die hebben Dark en Ground. En dat is precies de typing van Roaring. Ah, en daardoor is die is dus heel lastig. Goor. Ik dat heb, is heel goor. Ik zag laatst zo'n video met de 10 lastigste shinies in Scarlet en Violet. En zij zeiden dat die op nummer 10 stond. Oh, oké. Okay. Zullen we de aflevering beëindigen? Wacht even, ik ga even proberen om deze Parasect te vangen. En dan, als hij zit, of niet. Oké, okay, laat maar zitten. Laat me zitten. Ja, we sluiten de aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie je graag bij de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.